Er heerst nog steeds grote werkloosheid onder de jeugd. Dat zegt Mitchell Matroos, voorzitter van de stichting Social Army. Hij geeft aan dat het vinden van werk nog steeds een van de grootste uitdagingen is voor de meeste jongeren in Suriname. De jongeren kampen met geen werk. Bedrijven die alleen werknemers zoeken met 5+ jaar werkervaring. En ze hebben de problemen aangekaart bij de organisatie. Ze zeggen als elk bedrijf mensen zoekt met 5 jaar werkervaring, wanneer kunnen wij dan aan de beurt komen om onze werkervaring enzovoorts op te bouwen. Dus daarmee kampen zij. En daarnaast heb je een groep die helemaal geen werk kan vinden. Ook Jill Sumter, voorzitter van buurtorganisatie Pont Buiten en Omgeving, onderkent dat er voor veel jongeren drempels zijn bij het zoeken naar werk. Jongeren kunnen niet vaak en studeren en werken. Omdat, simpel voorbeeld, voor de universiteit heb je al gauw een 70% collegeplicht. Ook al ben je deeltijds ingeroosterd. Weet je, veel mensen hebben een hele grote verantwoordelijkheid thuis om geld te brengen in het laatje, just to be able to survive. Vooral ook met de economische situatie waarin we ons nu bevinden, moeten meer mensen bijdragen. Hun enige alternatief, niet hun enige alternatief, maar een van de alternatieven die veel gekozen wordt, is dat van callcenters. En daar zitten mensen misschien met vervoer. Hoe ga ik 3 uur in de ochtend naar de callcenter als ik geen taxi kan vinden? Ik denk dat er werk is overal in Suriname, maar ik denk dat jongeren moeilijk werk kunnen vinden dat ze kunnen combineren. En dat ze dat van jong zijn niet hoeven te verliezen. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is op de hoogte van dit probleem en probeert door middel van arbeidsbemiddeling werkgelegenheid voor de jongeren te creëren. We hebben jongerenbestand, we willen ambtenarenbestand. Als ambtenaren ook een andere uitdaging willen hebben, dan gaan we die ambtenaren trainen, we gaan ze scholen en dan gaan we ze doorschuiven naar bijvoorbeeld bedrijfsleven. Stel dat we straks oil en gas hebben en ambtenaren zeggen ik ben hier alleen maar voor die voorzieningen, dan gaan we ze doorschuiven van kijk, er is een training, er is een scholing, doe en ga verder. Zo ook met die jongeren. Wat doen wij? Is deze vacaturebank wordt gekoppeld. U weet, we hebben SAO, we hebben SPWE, we hebben SHTTC. Het zijn de vakscholen van het ministerie. En deze jongeren worden dan gekoppeld aan de vakscholen. Wanneer we zien dat een bedrijf een expertise nodig heeft, dan zeggen we van, hé, er zijn vakscholen. Train jezelf, kom weer in de vacaturebank en we schuiven je door. Dus zo zijn we bezig. Het is eigenlijk een link van verschillende vakgebieden van het ministerie, werkarmen van het ministerie, dat in de vacaturebank komt. Aan de werkzoekenden die solliciteren maar geen werk kunnen vinden, wordt geadviseerd om de instructies en bekendmakingen van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken te volgen. Tot zover de lokale informatie in het ATV-journaal.